Goedendag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van kreeft. Lieve kreeft, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je venus teken, mocht je dit weten. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op hetzelfde liefdespad. Kijk even naar mijn andere readings die ik heb gemaakt, want tijd bestaat eigenlijk niet. Iedereen natuurlijk ook bedankt voor de vele abonnees, de likes en de aanvragen. Het is erg druk momenteel, dus er zit een wachttijd op. Mocht je persoonlijke reading willen aanvragen, dan is het natuurlijk afgestemd op jouw energie. Ga dan naar www.revibestarot.nl. Ja, en wil je geabonneerd worden? Dat is kosteloos, dus druk op de rode abonneerknop en gelijk op het belletje, zo mis je geen reading. Dus hoe leuk is dat? We gaan eens kijken, lieve kreeft. Wat is jouw uitdaging? Let wel, mocht je voor een ander kijken, kan het ook zijn dat ik jouw energie oppik. Dus houd daar rekening mee. We gaan eens kijken voor de kreeft. Wat is jouw uitdaging? Een jiggling zie ik. Oké. En de hangman. Oké, er is dus ergens een stilstand in, is wat ik voel en wat ik zie. Je jiggelt. En dat is een uitdaging. Want er is een stilstand waarin iemand een ander perspectief zou moeten gaan krijgen. Wat mag ik nog meer ontvangen? Hoeveel? Ik ga ze even druk doen. Ik moet snel ergens vandaan lopen, zag ik. De Empress onderop. De Hermiet en de Twee van Staven alweer. Iemand heeft zich afgesloten. Iemand kan op afstand zijn. Iemand moest bezig met zielsonderzoek. Iemand heeft wel een visie, maar weet niet goed hoe hij of zij dit moet aanpakken. En ik zie die twee personen kijken alle twee dezelfde richting uit. Dus het kan zijn dat iemand zich afsluit en echt op zichzelf moet gaan vertrouwen. Iemand anders heeft wel een visie. Of het is de persoon die eigenlijk naar binnen moest gaan. En daarmee dus eigenlijk een, echt een ander inzicht. De Drie van Pentakels. Ja, de Temperance kaart. Geduld. En iemand ligt wakker. Iemand is aan het dagdromen. Of aan het, misschien wel nachtmerrie zelfs. Overdenken. En de Drie van Pentakels zegt iets over een commitment, een contract. En de Zes van Zwaarden. Iemand, ja, weer toch die de Temperance kaart. Onderbewust zie ik dat je wel een nieuw pad in wil, want er is iets nog niet afgesloten. Ik zie veel temptation. Ik zie iemand zou naar zijn of haar emoties moeten gaan. Het is echt bizar, want ik heb hier veel van een grote Ankara. Ik heb hier drie op een rij. Karma, nieuw pad, intuïtie, geheimen, geduld. En de duivel, temptation, dus overmatig denken, overmatig drinken, overmatig iets. Iets wat toxiciteit met zich meebrengt. In je bovenbewustzijn zie je de kracht, de hierofant en de tien van zwaarden. Wauw. Onderbewust is iemand bezig om oude karma-stukken los te laten. Inzicht te krijgen, spirituele lessen, de kracht vinden om zich te bevrijden daarvan. Er kan ergens betrayal in zijn geweest. Of dit nu bij jou is of de persoon. Misschien zit je in een commitment. Misschien wil je een commitment. Maar in ieder geval is er iets met wijze inzichten. Spirituele lessen die moeten worden geleerd. En ik ga ze tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En als ik die duivel meetel. 10 van de grote Ankara. 10. Er zitten, ja, dit is echt bizar. Dat is bijna de helft. Dus dit is echt mega, lieve kreeft. Mega transformatie in jouw leven. De Drie van Pentakels zegt ook iets over een verbintenis of hulp krijgen of een contract. Dit kan een zielscontract zijn, kan op het werk zijn, op aards vlak. Misschien dat je hulp krijgt, of misschien is de bedoeling dat je hulp vraagt. En ik zie hier iemand die op rustig vaarwater wil komen. Iemand die rust zoekt in zijn of haar leven. Op weg naar geluk. Ook al voelt dat wat spannend.
Wat mag ik weten over die jiggling en over die stilstand? Wat een uitdaging is. Ja, de Empress, omgekeerd. Kan het zijn dat je je kracht kwijt bent? Of dat je aan het jiggelen bent? Of het heeft te maken met een persoon die jou zo ziet? En dat jiggle je over. Wauw, de 5 van... Of de, ja, de 7 van zwaarden, staven. En de koningin van staven. Dus het... Iemand speelt, is uit balans en heeft last van misschien ego-issues. Ze wil gelijk krijgen in een situatie. Of het is de bedoeling dat iemand uit verweer komt en zichzelf laat zien. Ja, over verweer gesproken te hebben. Er speelt heel veel. Ik ga eens kijken, wat mag ik weten over die hermiet? De 6 van cups. Iemand uit het verleden heeft zich teruggetrokken, is wat ik zie. De 5 van cups. De voelkaart, de strengthkaart omgekeerd. Jeetje. De 5 van zwaarden ook omgekeerd. Wat ik hierbij voel is dat het te maken heeft met iemand uit het verleden. Heeft zich als een voel gedragen. Dat is wat ik zie. Dus iemand was zijn of haar kracht kwijt. Ik zie natuurlijk hier dezelfde energieën liggen. Maar iemand... heeft gekozen om zich terug te trekken. Iemand treurt. Iemand treurt over hoe het is gegaan. Maar iemand kijkt terug. Dus iemand wil wel heeft een visie. Rad van Fortuin. Ik ga eens even terug naar iets te veel. Ja, iemand houdt iemand in de gaten. Zie, iemand heeft een visie. Iemand wil wel communiceren. Of iemand is aan het spieken. Of jij dit nu bent of een persoon. Maar iemand heeft wel een visie. Alleen... we kijken het een beetje op een afstandje, is wat ik zie. Dan heb ik nog meer ontvangen. Dat zei ik al, iemand kijkt iemand aan, alleen dan van achter. Dus dat voelde ik al een beetje. Dus het kan zijn dat jij iemand in de gaten houdt, of iemand houdt jou stiekem nog steeds in de gaten. Ja, zie, daar was hij toch. De 5 van zwaarden. Iemand is niet eerlijk geweest. Iemand is jaloers. Iemand houdt jou in de gaten of je bent zelf jaloers. Maar iemand heeft een visie. Iemand kijkt op een afstand hoe zich dit heeft ontwikkeld. Of het is natuurlijk verleden, maar het kan ook nu spelen. Dus wat ik al zei, bind me er niet op vast. Iemand houdt iemand in de gaten met deze 2 zwaarden. Is meer mentaal. Dus kan communicatie betekenen, maar het kan ook mentale struggles zijn. Dus het kan zijn dat iemand niet gelukkig is en van een afstand dingen bekijkt om met meer info te vergaren. En nu zie ik hier natuurlijk die Temperance kaart. Wauw. En de koning van cups. En de zwaarde 7. 7 van zwaarden. Zwaarden van 7. 7 van zwaarden. Wat ik voel... iemand zoekt balans. Iemand wil iets achter zich laten. Sneakiness, gemeenheid. Wil meer liefdevol zijn. Kan zijn dat die persoon dat mag gaan doen. Dat spirit die persoon ook een beetje helpt daarmee. De Queen of Cups is een volwassen emotionele vrouw die spiritueel is. En ja, is heel liefhebbend. Dit kan jouw energie zijn. Maar in ieder geval zie ik iemand die kijkt achterom. Die kijkt achterom over misschien het feit dat de persoon zich heeft teruggetrokken. Niet gelukkig eigenlijk is. Een nieuw pad wat niet eigenlijk gestart is. En daarmee eigenlijk zijn of haar kracht is verloren. Maar ik zie hier die heling. Dus het kan zijn dat die persoon nu beseft, of jij, in die stilstand door, dat jij eigenlijk de Empress bent. Dat jij de persoon gelukkig maakt. De duivel andersom, zie je? Dus iemand is bezig om verweer los te laten. De koning van cups. Dus iemand was... niet helemaal eerlijk. Dus iemand speelde misschien met gevoel. Wat mag ik weten over die 9 van zwaarden? Want de 9 van zwaarden, iemand ligt wakker. Iemand is aan het ja, de hangman. Zie, iemand ligt wakker. Maar waarom? Oeps. Ja, het zijn er heel... ik doe even pauze. Tenminste, misschien valt het mee. Dat valt mee. Rad van Fortuin, de 6 van zwaarden, wauw. Heel veel. Maar ik ga eens even terug. Zie de toren, wauw. En de 10 van zwaarden omgekeerd. Iemand zit in chaoticiteit. Spirit heeft ervoor gezorgd dat de chaoticiteit bij jou of bij een persoon in zijn of haar leven komt. Dit heeft te maken met de trail. Met stukken karma wat moet worden losgelaten. Dus iemand zit daar middenin. Want het is de 9 en de 10.
Ik zie hier ook nog de ridder van munten. En de ridder van munten is langzaam en gestaag op weg naar stabiliteit en zekerheid. Is geduldig, is een nieuw plan of een nieuw pad, wat wel betrouwbaar is. Wat mag ik weten over die drie van munten? The Page of Wands. The Page of Wands is communicatie, maar hij lag andersom. Dus hoe ik het voel nu, is dat iemand niet goed kan communiceren. Of iemand vindt het lastig om dat te doen. Iemand heeft misschien last van om zichzelf te uiten emotioneel. Wel passie, dat wel. Oeps, de 10 van staven, de 4 van zwaarden en weer de hermiet. Zoek je weer een kaart, de 3 van staven. Omgekeerd. Dus iemand kijkt terug. Iemand durft nog geen stapje te nemen, is wat ik zie. Wil wel, maar op dit moment speelt er misschien nog iets. De dood omgekeerd, zag ik. Iets is nog niet helemaal getransformeerd, wat ik al zei. Wat mag ik nog meer weten? De 3 van Pentakels. Ja, victory. Ergens nog niet emotioneel vandaan gaan. Weer de Page of Pentacles. En de koning van Cups. Maar ik doe ze even terug. Dat waren iets te veel. Wat mag ik nog weten over die 3 van Pentakels? Oeps. Ja, zie. Iemand is nog steeds in twijfel. Iemand heeft een visie en hij ligt hier weer. Zie, dus iemand kijkt steeds terug. Iemand kijkt steeds terug. Iemand twijfelt. Zal ik dit weer gaan starten? Of keer ik mijn rug toe? Dat is een beetje wat ik voel. Dus het kan ook jouw energie zijn. Dat je denkt van, weet je, ik weet dat er een contract is. Ik weet dat deze connectie er is. Maar als er geen communicatie komt, dan blijf ik ook eigenlijk stilstaan. Koning van Pentakels omgekeerd kan met macht of met issues te maken hebben. De Rad van Fortuin omgekeerd. Dus er is nog een cycle wat nog gaande is. Wat mag ik weten over de 6 van zwaarden? 6 van zwaarden, de 3 van cups. Iemand wil een third party achterlaten. Of iemand gaat iets verlaten op weg dus naar een samenkomen. Ik zie hier natuurlijk dat nieuwe pad. Dus iemand hoopt op een nieuw pad. Het kan jouw energie zijn, de chariot. Ja, zie, er is... Ik moet eerlijk zijn, hè. Dus er is ergens stagnatie in. Want dit is movement, maar hij ligt andersom. Dus er is op dit moment geen movement. Dus het kan zijn dat iemand wegmoved eigenlijk met zwaarden. En zoiets heeft van, ik wil op rustig vaarwater komen. Ik ga plezier maken. Ik ga het aan mezelf geven. Dus iemand kiest ervoor om single te zijn. Of jij dit nu bent of een persoon, dat kan. Hoeft niet. Let wel. Maar iemand wil wel in je leven rushen. Dus, maar toch zie ik victory wel. Maar ja, en de 7 van betalen. Dus iemand is ongeduldig. Dus iemand wacht op iets. Dat is wat ik zie. Iemand wacht op iets, maar iemand is ook zo van, weet je, als jij geen keuze kan maken, sta ik hier, ik heb wel een visie, ik weet wat ik wil. Maar kan je mij dan niet geven, dan ga ik gewoon verder met mijn eigen leven. En dan ga ik gewoon aan mezelf werken, aan mezelf bouwen. Ga ik plezier maken, ga ik met vrienden iets doen, ga ik ja, iets doen waarbij ik gelukkig word. Maar ik zie dan natuurlijk wel die stagnatie. Dus er is iets met communicatie, of er is iets... Met korte reizen, wat misschien niet door kan gaan, dat kan natuurlijk ook. Maar dan ga je zelf op reis of dan ga je zelf jezelf vermaken. Dat is een beetje wat ik zie met vrienden of met collega's, noem het maar. Ik ga nog eens vragen wat ik nog meer mag ontvangen. Voor advies misschien. Judgment, karma, loslaten, bevrijding vinden. Dus iemand zou een bevrijding moeten vinden omdat iemand niet meer gelukkig is. Is wat ik hierbij voel. Ja. Op weg naar een aanbieding. Dus er kan wel weer een nieuwe aanbieding komen. Een romantische aanbieding. Maar de keuze is aan jezelf. De completion, rust in. Dus het is belangrijk om ook van deze rust te genieten. Want iemand wil transformeren. Iemand wil waarschijnlijk zich openen. En daarmee communiceren. Dat is wel wat ik zie. Dus er komt wel communicatie aan. Dat is aan jou eigenlijk wat je daarmee gaat doen. Dat is een beetje wat ik voel. Ja, zie. De Page van zwaarden of staven alweer. Ja, en de 3 van pentakels. Dus wat ik voel. Iemand komt misschien uit tweestrijd, is wat ik zie. Of iemand gaat uit tweestrijd komen. Ja, en toch weer die 2. Zie, hoe bizar is dit? En natuurlijk deze onderop. En dat zijn dezelfde kaarten die hier dus liggen. Dus iemand,
je wacht waarschijnlijk op communicatie. Je zag het al aankomen, je voelt het aankomen. Iemand gaat dat ook doen. En daarna sta jij waarschijnlijk voor een keuze. Wat ga ik doen? Ga ik ermee verder? Of kies ik voor mezelf? Dat is een beetje wat ik zie. Dit is wat ik voor je heb, lieve kreeft. Mocht dit resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Ik wens je al het goeds. En tot snel. Doeg!